Nou, de ervaring met regiobusiness is goed. Ik moet zeggen, in eerste instantie, de allereerste keer was eigenlijk gewoon een gezellige borrel met een paar vrienden. We gaan daar iets drinken. En dat was ook leuk. En dat is nog steeds leuk. Alleen, je leert er toch wel mensen kennen die je anders niet tegenkomt. Je leert ook op mensen afstappen. Je ziet ook hoe het niet moet. Want ik zie ook wel eens mensen, dan sta je met een aantal mensen bij elkaar, sta je te praten over iets en dan komt er ineens iemand tussen, die wurmt zich ertussen met een visitekaartje in zijn hand. En die zegt, ik stel me even voor. En dan heb ik zoiets van, nou, jij stelt niks voor, dus zo doen we het niet. Ik moet zeggen, de magazines die ontvang ik elke keer. Het leest makkelijk weg. Daar staan herkenbare columns in. Daar staan toch verhalen van bedrijven in de omgeving in. Die leuk zijn en regelmatig ken je mensen en dan lees je het toch. En dan krijg je toch meer het verhaal achter de persoon en achter het bedrijf. En dat vind ik leuk. In de afgelopen borrels, en ik kom echt niet elke keer, toch wel regelmatig nog links opgedaan en bedrijven opgedaan en mensen opgedaan waar ik later toch wel zaken mee gedaan heb. Of in ieder geval makkelijker de link, makkelijker het contact gelegd heb, zo moet ik het zeggen. Ik zou in ieder geval iedereen adviseren om actief deel te nemen en om jezelf te zijn en duidelijk te geven en te vertellen wat je zelf kunt en waar je goed in bent.